Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb mijn eigen vanochtend een beetje verslapen. Maar gelukkig hebben de kindjes daar geen last van. Jordi heeft al zijn fruitje op. En ik ben met Liam aan het oefenen om te zitten. Ik ben een beetje in mijn geheugen gaan graven van hoe hebben we dit bij Jordi gedaan. En we gaan nu heel eventjes verder oefenen. Ik probeer het te filmen voor jullie. Ik loop nog lekker in mijn pyjama-kloffie. Of in ieder geval in mijn soepjurk. Dus let daar alsjeblieft niet op. Maar ja, ik ga het heel eventjes nog een keer oefenen met hem. Kom maar. Gaan we oefenen. Oefenen. Zo. En dan. Zo. Duwen. Goed zo. En dan. Beentjes goed leggen. En dan één handje hier. En één handje hier. Nee, handje hier. Goed zo. Oep, boom. Ga je toch weer vallen. Nog een keertje oefenen. Oké. Zo, het duwen? Nee. Net deed je het nog. Voordat mama ging filmen. Dat is altijd met jou, hè? Maar dat was ook met Jordi. Zo. Eentje hier en eentje hier. Goed zo. Boom. En nou? Hij gaat toch lekker verder spelen nu. Even zijn beentje helpen. Zo. Ja. En hij is ondertussen naar Juve aan het kijken. Het is ook voor hem entertainment. Maar ik heb net met hem flink geoefend hoor. Voordat ik het ging filmen. Ik dacht, oh chips, moet ik even filmen. Dat is altijd. Als je het dan wil doen, dan... Maar goed. Ik ga heel eventjes verder hier. En zelf ook eventjes een boterhammetje eten. Kindjes hebben al lekker alles gehad. Voor nu. Die krijgen straks natuurlijk nog meer. En ja. Dan gaan we weer verder. Liam die lacht mij gewoon uit. Kijk of dat hij het nu weer doet. Mama. 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 Zo, lachwekkend. Mama. Mama. Je hoeft afblijven. Mama. 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 En als ik zeg... Papa. 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 Nou, die is niet zo enthousiast. Papa. We gaan weer filmen hoor. Joep krijgt geen aandacht. Ik ga weg met dat pootje. Wat is er? Dag, je hebt daar weer wormen gepakt. Hoe is het? Flikker op. Ze vat tegenwoordig regenwormen buiten en die brengt ze naar binnen. Viezerik. Maar ja, de kindjes die liggen lekker op bed. Eentje slaapt, de andere slaapt bijna. En ome Boy was nog even langs geweest, de peetoom van Jordi. Die hadden we ook al heel lang niet gezien. Nu was op vakantie geweest. Ja. En ja, hij wilde ook zeker weten dat hij niet ziek was of zo. Dus ja, kwam hij nu even langs. En ja, wat we vandaag nog gaan doen is niet veel.
niet veel bijzonders. Joef die wil heel veel aandacht hebben. Maar ja, in ieder geval, wij gaan de Voice Senior verder kijken. En onze avond op tijd beëindigen, denk ik, hè Niels? Ja, genieten van de rest. Ja, dat het weer gelukt is. Joef, hou nou eens op. Is nou klaar? Nee, het is klaar. Hoe is het vrouwtje lelijk tegen jou? Nee, vrouwtje ligt boven een baasje. Dat is het hele probleem. Want ze zit me weg te duwen. Vieze rat. Maar goed, in ieder geval wel trust alvast. Een oor wassen. Bah! Gadverdamme! Vrouwtje kus? Nee! Gek beest. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Niels die gaat zo servicedienst draaien, want die heeft dienst. En ik blijf bij de kindjes. Ja. Dus ik weet niet wat jullie allemaal gaan zien van Niels. Maar ja, die heeft vandaag alleen servicedienst. Dus heeft het druk waarschijnlijk. Misschien kan. Dat weet je niet. Nee. Maar ja, in ieder geval, de zaterdag is weer gestart. Ik ben met Jordi naar de winkel geweest. Liam die was thuis gebleven, want die lag nog te slapen. Dus ik zeg tegen Niels, dan ga ik heel even gauw alleen. En dan, ja. En Niels is Jordi nu naar bed toe brengen. En ik ben Liam even de fles aan het geven. Dat is een lekker flesje, hè? Ja. En Niels moet er nu weer vandoor, want Niels heeft weer een, ja, hoe noem je dat? Niels heeft weer zo'n servicedienst ding. Dus die moet er weer vandoor. Hey. Dat is gewoon eens in de zoveel tijd. En ze hadden hem gevraagd, want ja, vakantieperiode voor sommige collega's. Dus ja, komt allemaal goed. Als ik Liam daar de fles heb gegeven, even wat anders aan doen, want inmiddels heb ik even een ander kloffie aangetrokken, mijn soepjurk. Dat zit zo lekker, vooral als je het warm hebt. Ik was ook even bij de kruidvat geweest, ik moest even voeding halen en dat soort dingen. En toen kwam ik deze tegen. Deze is van Vitek. Ik vind dat echt een goed merk. Ik kan er niks anders van maken dan dat. Jordi heeft er altijd al veel plezier van gehad, van Vitek spullen. En ze gaan eigenlijk ook heel lang mee. En ik mag het niet hardop zeggen, maar Jordi is niet zo voorzichtig voor zijn spullen. Dus ja, ik moet zeggen, het overleeft het altijd wel. Maar nou had ik deze dus gezien. Een rammelaar voor kindjes. En ik dacht bij mijn eigen, oh, dat is misschien wel iets voor Liam. Heeft hij weer eens iets anders? Want daar ben ik wel, als ik iets zie en ik denk van, oh, dat is iets voor de kindjes, dan haal ik het. Ik pak het ook niet in of zo, want ik vind dat altijd te veel moeite. Maar goed, in ieder geval. Hoi, ik ben een pingvin. Deze heb ik dus gekocht. Laten we een liedje zingen. Ik ben een pingvin, ik ben zo blij. Mijn beste vriendje, dat ben jij. Zullen we eens gaan kijken wat Liam ervan vindt? Nee, die hebben. Moet je vastpakken? Moet je vastpakken, zo. Ik ben dol op waggelen en dansen. Je hoeft ook altijd even controle voeren. Nou, volgens mij wordt het gewaardeerd. Ik ben dol op waggelen en dansen. Ja, hij vindt hem leuk.
ik vind het gewoon belangrijk dat mijn kindjes gewoon ja, in principe alles hebben. En of dat nou 2 euro kost of 10 euro kost. Als ik denk bij mijn eigen van, ik kan het op dat moment betalen. En ik vind dat ze dat nodig hebben. Dan krijgen ze dat. Dus vandaar. Zo heb ik ook deze. En deze is denk ik leuk voor Jordi. Hij is natuurlijk eigenlijk voor baby's. Maar ja. Jordi die gaat best wel goed op dit soort speelgoed. Dus we gaan straks even kijken als hij uit bed is wat hij ervan vindt. En anders dan is hij voor Liam. Inmiddels is Liam weer wakker en zit hij nog steeds bij papa. Hij heeft al een flesje gehad. Jordi is al lekker naar zijn bedje toe. En nu is Joef bij Liam en Niels. En hij zit de hele tijd Joef uit te dagen. Maar Joef die gaat ook naar zijn gezicht toe en dat vinden wij helemaal niet goed. En dat weet Joef. Maar hij zit ook de hele tijd zelf uit te dagen. Ja, mond open. Ja, die ook. Die aan jouw vriend, hè? Ja, hou eens op. Hou eens op met de gelijk. Niels is het beu, dus dan stuurt hij Joef eraf en dan gaat Joef mij vervelen. Joef, nee! Ik denk dat we zo even naar boven moeten. Niels, want ik hoor Jordi een beetje... Ja. Dus ik denk dat hij weer gepoept heeft of zo. Maar goed, in ieder geval... We zitten nog heel eventjes op de bank en ik ga zo dadelijk het een en ander hier doen. En dan is het dan weer tijd om ons nestje te gaan. De kindjes die liggen inmiddels te slapen. Niels die heeft net weer een belletje gehad voor servicedienst. En ik heb ondertussen heel eventjes mijn keuken gedaan. Ik zie dat ik nog één ding vergeten heb. Ben... Ik had de deurtjes afgedaan en alles en ik zag dat ik nog een vlekje had zitten. Dat ken ik niet tegen. Er was één vlekje nog blijven zitten. Soms heb je wel eens dat je er overheen gaat en dat je het dan niet goed hebt gezien. Nou, dat is nu dus. Oh, nog een vlekje. Het is nu schoon. Ik heb alles van de kinderen uitgekookt. En ik heb... Alles van Liam afgewassen. En ik heb alles helemaal schoongemaakt. Dit moet nog in de vaatwasser. En dan ga ik even kijken. Ga ik even 5 minuten zitten. Even wat drinken. En dan ga ik weer eventjes wat aanpakken. Waar ik overdag dus niet aan toe kom. Dus maar goed. In ieder geval, dat ga ik even doen. Een hele goede morgen. Niels die gaat heel even sporten. Het is mijn maatje, die moest ik even naar bericht sturen. Ja. En ik ga heel eventjes hier wat dingetjes doen. Tenminste proberen met de kinderen. Niels moet gaan, want hij heeft een tijd afgesproken. En Jordi die is lekker aan het spelen. Hij is ook de hele tijd met de autootje al aan het spelen geweest, wat hij nieuw heeft. En hij vindt hem best leuk eigenlijk. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want dan heb ik geen geld weggegooid. En anders had Liam hem gehad. Dus dat maakt niet zoveel uit. En kleine Liam. Die zit lekker in zijn wipstoeltje. Ja. Want Liam die had ook net gegeten, hè? Ja. En ons Joefke die zit lekker een botje te eten.
Als Joefke doet lekker kouwen. Dus, ja. Lekker druk. Bezig bijtjes hier. Moet ook even de luiers opruimen, want die doet Niels nooit opruimen als hij de luier verschoont. Moet ik doen. Hé, jongen? Ja. Niels is het zwembad aan het leegmaken. We hebben toch nog best helder water. Dus ja, en Jordi heeft geslapen. Die ligt nu op het aankleedkussen, want hij had een beetje gepoept. En hij heeft rode billen. Dus daar heeft hij last van. En deze kleine man, die ligt lekker te slapen. En ik ben boven ondertussen bezig met de wasvouwen enzovoorts. Dus ja, zijn druk bezig hier allemaal. Niels heeft het druk met servicedienst draaien en we hebben wel samen nog kunnen eten en alles. Maar die is inmiddels weer weg. Ik heb van alles gedaan, was opgevouwen, ik had een hele berg was. En ja, ik ben nog bezig met van alles hier doen hoor. Jordi moet dadelijk naar bed, dus die moet nog even tandje poetsen. En dan gaan we even doen. Lekker te slapen. Liam ligt lekker te slapen. Liam is aan het blaffen. Ja, die snurkt altijd. Niels was net thuis toen Jordi op bed lag. Dus Liam die kreeg net de fles. Dus Niels heeft Liam nog recht opgehouden en ik ben wat dingetjes gaan doen hier. Maar even ijsje aan het eten. Ja, jij bent ijs aan het eten. Je hebt geen ijs op dan? Ik heb een paar hapjes op. Ja, het is van melk, dus ik kan niet te veel daarvan eten. Dan word ik ziek. Wij gaan zo nog even Netflix kijken. Ja, en dan gaan we dadelijk ook weer naar bed. We zitten al de hele tijd te wachten. Ja, op Undercover. Ik denk dat iedereen erop wacht. Ja, tot het 9:15 is. Nou ja, in ieder geval, wij gaan deze Upsandown afsluiten. Dan kan ik hem gaan editen. En dan kunnen we... naar bed. Naar Undercover. Ja, dan gaan we naar bed. Bedankt. Met zijn knie gebeld wordt. Ja, kan zijn dat hij gebeld wordt, maar dan ga ik gewoon lekker naar bed toe hoor. Pfff, ga gewoon slapen. Maar goed, wij gaan deze Upsandown afsluiten zoals ik al eerder zei. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot de volgende.